doet Defensie na missie wel genoeg aan begeleiding? Hè? Mag ik het zo een beetje samenvatten? Ik mis vooral aansluiting bij het gevoel van een individu. In plaats van iemand die een nummer is en een standaard protocol afdraait. Ja. Wat zou u daar al willen zeggen, meneer Bouwer? Dit probleem van hebben we genoeg aandacht voor mensen is een heel belangrijk issue. En ik denk dat het, en daar geef ik je helemaal gelijk in, dat we nog onvoldoende persoonlijk, op de persoon gericht, denk ik, de zaak aanpakken. Ik denk wel dat we in vergelijking met, 10 jaar geleden veel meer doen. Zowel aan de voorkant van de missie proberen we mensen beter voor te bereiden op wat ga je tegenkomen. Hè? Het ingewikkelde is voor ons allemaal als je hele nare dingen hebt meegemaakt in een missie en je komt thuis en de buurman vraagt aan je op straat: God, hoe gaat het eigenlijk, Rob? En je gaat dat uitleggen, dat je kinderlijken hebt gezien en dat je mensen dood langs de straat zag liggen. Dan draait die buurman zich na een paar minuten toch ongemakkelijk om en zegt: hoi, fijne dag. En de volgende keer ontwijkt hij je. Het is heel veel van wat wij onze mensen meemaken onder extreme omstandigheden, zijn eigenlijk voorbij het voorstellingsvermogen van mensen. En dat betekent dat, dat kan je ook bijna niet van ze vragen. En daarom zijn veteranenbijeenkomsten ongelooflijk belangrijk, omdat mensen die dat allemaal samen hebben meegemaakt er dan over kunnen spreken. Maar u zegt het kan nog meer op maat gesneden. Het kan meer op maat en het vergt twee dingen. Eén, ik denk dat wij als organisatie daar nog meer oog voor moeten hebben. Ook vanuit de commandanten het gesprek aangaan. Dus ook op het lager niveau groepscommandanten zorgen dat zij begrijpen dat het belangrijk is. Maar ook de militairen zelf duidelijk maken dat ze hulp kunnen en eigenlijk ook moeten vragen. Hebt u iets aan dit antwoord? Nee, ik begrijp het antwoord wel. Alleen ik zou veel meer gaan nadenken over het preventieve deel. Als je gaat kijken naar hoe wij de vorming aanbrengen bij de militairen, en dat is ook een deel wat u net aangeeft. We vormen de mensen letterlijk om emotie en bepaalde gedragingen op een lager pitje te zetten. Hè? Jezelf aan de kant willen zetten. Hoe gaat dat dan? Want ik heb dat nog nooit van. Dat gebeurt bij de basisopleiding. Ja, ja. Je gaat mensen in situaties brengen waarbij je wil dat ze liever naar de opdracht gaan kijken. En eigenlijk mentale training, je grenzen gaat verschuiven. Een gevoel leren uitschakelen. Dat gebeurt op een bepaalde manier. Ja. Ja. En ik denk dat juist daar, omdat we dat wel aanleren. En ik ben zelf een van die sergeanten geweest. Ik weet dat je dat doet, maar je weet niet precies hoe en wat. Maar je doet het wel. Maar bij die mensen ook is het onbewust. En vooral als je dan bezig bent met een uitzending en erna, gaan er veel meer onbewuste processen aan. En dan is het heel moeilijk om daarna nog te begrijpen wat er met je gebeurt. Dus ik zie vooral in het preventieve deel veel meer kansen liggen dan wat we nu eigenlijk doen. Ik begrijp helemaal wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik dat het heel ingewikkeld is. Omdat je namelijk die ervaring mist. Die trigger eigenlijk vormt voor dat dilemma. Hè. En aan de voorkant. Kijk, een van de redenen waarom. Niet dat wij bewust mensen leren om hun emotie uit te zetten. Want dat klinkt een beetje door. Ik denk niet dat we dat proberen. Wat je wel ziet is dat we mensen drills leren om in hele extreme omstandigheden, want waar heel veel geweld is, heel veel lawaai, er wordt op je geschoten. En hoe zorg je dan dat mensen nog steeds functioneren? En daar spelen drills een rol. Een drill is dat je heel veel dingen herhaalt, zodanig dat je ze eigenlijk kunt dromen. Ja, ja. Ook dus al vliegen de kogels om je om de oren, dan nog steeds weet je wat je moet doen met je wapen, met je buddy, dat je iemand mee moet nemen als hij gewond is. En dat je angst je niet dicteert. En dat je in feite op dat moment minder bezig bent met die angst, maar met het vervullen van je taak. Ja. Als we dat niet zouden leren, dan functioneren mensen onder die omstandigheden niet. Dus het ingewikkelde is dat als we dat niet doen, dan functioneren mensen niet onder die extreme omstandigheden. Dus ik begrijp wat je wil bereiken. Ik denk dat het ingewikkeld is om dat helemaal aan de voorkant goed te organiseren. Maar laten we afspreken dat dat we daar in ieder geval samen bij wijze van spreken naar kijken, of mensen van mij met jou daar naar kijken. Want ik zou niet liever willen dat er natuurlijk minder schade veroorzaakt wordt aan de achterkant. En tegelijkertijd denk ik dat we nog steeds door de zorg aan de achterkant, ook het besef bij onze eigen mensen dat ze gewoon echt om hulp kunnen en eigenlijk meer dan ze vanzelf soms doen, om hulp moeten vragen. Human.